Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Museum Kennemerland, Bas Bloem en Mostaart en meer. Zo gaat het. Ja, dat is mooi. Welkom bij aflevering 93 van Frank en Vrij, het praatprogramma van Eimond Nieuws. We gaan het in deze aflevering hebben over onderwijs en niet gewoon onderwijs. En ook niet over de enorme werkdruk of over de salariering of over protestdemonstraties. Maar we gaan het hebben over een nieuwe school die eigenlijk ook alweer 100 jaar oud is. Ja. Beetje vreemd, klopt. Hè? Ja. Aangeschoven Sjoertje met DT. Dan gaan we zo even vragen hoe dat komt. Rasmussen en Sandra Dol. Ja. Jullie gaan beginnen met een school in IJmuiden. Of in Velsen moet ik natuurlijk zeggen. En dat is een vrije school. Ja, eerst klopt. Even die DT. Ja, dat weet ik eigenlijk ook weet niet. Weet je geen idee? Zo, mijn oma heette zo. Oh. Ja. Nou, mijn ouders waren zo origineel om mij dan ook die naam te geven. Ja, goede reden. Ja. Geen naam. Maar ik vond het opvallend. Ja. DT. Ja. Hey. De vrije school. Ik kom uit Amsterdam oorspronkelijk. Daar ken ik de Geert Grote school. Mm-hmm. Dat werd ook de vrije school genoemd. Jullie school gaat een andere naam krijgen. Hè? Want ja. Dat wordt? Waldorf aan Zee. Waldorf aan Zee. Wordt het, ja. En nou gaan we toch even naar dat Waldorf. Want ja. Ongeveer 100 jaar geleden, in 1919, ja. Is in Duitsland volgens mij de eerste vrije school gesticht. Hè, door, ja. Of tenminste op verzoek van een aantal mensen die werkten bij... Bij de sigarettenfabriek van Waldorf. Ja, ja de directeur en zijn vrouw vonden het een goed idee om een school te starten voor alle kinderen van hun medewerkers. En dat is echt medewerkers van degene die de sigaretten in de doosjes deden, tot aan de hoge pieven. Precies. Ja, ja iedereen ja. En alle kinderen zaten ook door elkaar. Er was geen klassenverschil meer. Maar goed, je kunt natuurlijk een gebouw neerzetten. Je kunt daar klaslokalen in bouwen en dan kun je kinderen in en dan krijg je ook een school. Maar dit was een hele bijzondere, want ze vroegen aan Rudolf Steiner. Mm-hmm. Of die die school vorm wilde geven. Ja. Wat was nou het bijzondere aan die Rudolf Steiner dat ze hem dat gevraagd hebben? Ja, die man die had en een charisma, maar die was ook helderziend, heldervoelend. Die had zulke mooie denkbeelden over de ontwikkeling van kinderen. En wilde daar ook niet alleen maar leerkrachten les laten geven, maar juist ook mensen uit allerlei beroepsprofessies. Om dingen over te brengen, uit te dragen. Een warm hart toe te dragen aan kinderen. In een heel andere setting eigenlijk. En met antroposofische achtergrond. Ja, een antroposofisch wil zeggen. Ja. Het komt uit Grieks, hè? Ik heb het opgezocht. Ja. Oh. Ja. Antro betekent mens en sofie betekent wijsheid. Dus de wijsheid van de mens. En de menskunde en de ontwikkeling van de mens. Ja. En dan nu natuurlijk heel specifiek van het kind. Maar heeft dat ook te maken dan met intrinsieke motivatie? Motivatie die van binnen komt en niet van buiten opgelegd wordt? Ja, ook. En het heeft heel erg te maken met dingen. Doen met handen, met je gevoel en daarna eigenlijk pas dingen met allemaal je verstand. En dat is ook heel erg het verschil met, noem het reguliere onderwijs, wat toch veel meer appel doet op het hoofd. En hij ging vooral uit ook van je moet dingen doen, dingen ervaren, dingen beleven. Dan zit er ook veel meer gevoel bij en dan is ook veel meer intrinsieke motivatie. Mm-hmm. Maar dan komt het ook veel meer binnen. En dan doe je het echt met heel je, als je lijf en je hart. Als het vanuit jezelf komt, doe je dat met meer inzet en met meer plezier. Als dat iemand het oplegt. Dan vind ik het vervelend om ons boek weten. Ik heb er helemaal geen zin in. Nou, en daar wordt natuurlijk in het onderwijs wel veel meer aandacht aan besteed. Ook dat kinderen veel meer inbrengen en input hebben en mee mogen denken. Jawel, maar er zijn meerdere schoolsoorten die dat hebben. Hè. Om een paar te noemen. Meneer Vreubel, die heeft toch op zeer goede manier gezegd. Ja. Die kleuter dus moet op die manier bezig zijn. Ja. Dalton, Maria Montessori is er is natuurlijk een voorbeeld. Ogenonderwijs zit daar natuurlijk ook heel erg bij. Ja, en er zijn er nog wel een paar. Ja. Ik heb begrepen dat jullie ook nog steeds kleuterschool zeggen, hè? Ja, absoluut. Ja. Waarom is dat?
Nou ja, dat denk ik, of dat dat vooral te maken heeft met het beeld wat men heeft binnen de antroposofie van de kinderen. Mm-hmm. En een kleuter ben je tot je ongeveer je zevende jaar en daarna word je pas een schoolkind. En dat heeft gewoon echt te maken met hoe Rudolf Steiner dacht over kinderen en schoolrijpheid. Mm-hmm. En dat is echt een heel duidelijk verschil met de reguliere basisscholen. Nou is dat inmiddels een eeuw geleden, hè? Iets mm-hmm. meer zelfs dan een eeuw geleden. Hoe kun je dat nog steeds vertalen naar 2020? Ja, eigenlijk heel goed. En het lijkt wel juist steeds meer. Er lijkt juist een soort kentering te zijn tegenwoordig in de maatschappij met een hang naar van we moeten niet alleen maar leren in het hoofd, maar veel meer ook ervaren en dingen doen en beleven en veel meer in de natuur en veel meer aandacht voor de seizoenen. Ja, en het is natuurlijk ook juist weer in deze tijd heel erg nodig, actueel. Dat kinderen en volwassenen veel meer bezig zijn met de natuur, het milieu, de zorg voor jezelf, je naasten en je omgeving. Ja. En ja, er is ontzettende hang en behoefte aan. Hoe vertaalt dat zich nou letterlijk naar zo'n bijvoorbeeld een lesdag op de school? Nou, in ieder geval in spel. Dat is ook heel erg waar jij net op doelde. Kleuters zitten in een hele andere fase dan het schoolkind, wat echt al veel meer gaat leren. Natuurlijk ook met het hoofd, maar ook mm-hmm. met beleven. Een kleuter zit veel meer nog in de fantasie, in het spel en in de sprookjeswereld enzovoort. Dus er wordt heel veel aandacht besteed aan het spel. En daarin worden de seizoenen heel erg in meegenomen. De jaarfeesten staan heel centraal. Er is ook dat is dan niet op de dag, gedurende de dag, maar een dag, echt een buitendag. Ja, daarin staat gewoon het buiten zijn, de natuur beleven, ervaren, het wisselen van de seizoenen ervaren. Dat staat gewoon heel erg centraal. Je vertelt er heel boeiend over, ook heel gepassioneerd over. Ja. Zit er in de opleiding die je doet, de Pedagogische Academie, mm-hmm. de PABO, tegenwoordig, zit daar dit soort onderwijs in? Word je daar een klein beetje in wegwijs gemaakt? Nou, de reguliere PABO niet. Daar hoor je wel iets van vrije school, maar ook vrije Montessori. En je kunt daar stage lopen. Of moet volgens mij wel een aantal weken, maanden. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is voor mij wat lang geleden. Ik heb zelf een bijscholingscursus gedaan. En ik weet wel, er is ook de vrije school PABO. Nou ja, daar gaat dat natuurlijk, wordt dat heel erg breed mm-hmm. uitgelicht. Maar goed, als je de vrije school PABO doet, dan kun je dus de rest van je carrière alleen maar op een vrije school werken. Nee, of is dat niet zo? Nee. Ik heb ook een reguliere PABO gedaan, maar ik ga nu in het vrije schoolonderwijs werken. Ja. En ik wilde daar veel meer van weten en door te lezen, maar ook door een cursusopleiding te volgen. En dat kan natuurlijk andersom mm-hmm. ook, maar ik denk dat dat niet eens zoveel hoeft. Dat je makkelijker vanuit een vrije schoolopleiding in een reguliere basisschool voortvloeit. Ja. Ja. Sjoerdien, jij hebt de school mede opgericht. Hè? Ja. Jij hebt met het idee gekomen. Wat was de achterliggende reden? Mijn vriendin Romee, die is als eerste gekomen met dit idee. En wij stonden samen op het... Toch de twee. Met z'n tweeën eigenlijk. We stonden op het schoolplein. Onze twee kinderen zitten bij elkaar in de klas. Onze oudste en onze middelste zitten bij elkaar in de klas. En eigenlijk liepen wij heel vaak tegenaan... Dat ze doen heel veel bijvoorbeeld digitaal. Dat is heel mooi. Maar dat paste niet bij hoe wij onze kinderen wilden opvoeden. En wij raakten aan de praat. En toen vertelde ze mij dat ze bezig was met een ouderinitiatief voor een vrije school. En ze had daar hulp bij nodig. En toen dacht ik, dat is leuk. Ik doe mee. Ik ga jou helpen. En samen gaan we hierbij verder, hier verder bouwen. Dus eigenlijk uit een soort... Wat spannend. Ja, eigenlijk uit een soort frustratie over de gewone school, waar onze kinderen nu nog steeds op zitten, zijn we dit gestart. In eerste instantie met het idee, dan kunnen onze toen nog jongste kinderen kunnen dan straks naar die school. Maar ja, dat duurde heel lang. Zo'n proces duurt gewoon heel lang. Ja, en er zitten nog wat haakjes en oogjes aan. Ja. Want scholen moeten een x-aantal leerlingen hebben op een gegeven moment. En ze moeten voldoen aan alle eisen van de inspectie, net als alle andere scholen. Dat is op zich wel waar als je echt een nieuwe school start. Ja. Nu hebben wij, of jullie hebben het initiatief genomen en zijn uiteindelijk bij de Stichting Atlant terechtgekomen. Dat is het bestuur waaronder deze school nu valt. En die had er wel oren naar om een vrije schoolstroom te starten. Want dat was nog niet in het palet van de scholen die zij onder in bestuur hebben.
En dus wij vallen onder een bestuur. We zijn dus niet een nieuw startende school die zoveel leerlingen moet hebben. Wij kunnen gewoon starten. En we gaan dus starten. En als het bestuur erachter staat en bereid zijn om die financiering te geven, want die heb je nodig. En er is een locatie, dat is natuurlijk ook belangrijk. En welke locatie is dat? Of gaat dat worden? Of ja, dat is in IJmuiden, op de Herenduinweg, tegenover het zwembad Herenduinen. Okay. In de school Het Kompas. En daar zijn wij dan de vrije schoolstroom binnen. En je begint met... We beginnen een kleutergroep. Een kleuterklas. Met één kleuterklasje. Heel klein. Ja, er mogen absoluut nog meer leerlingen bij. We hebben er nu vier op de lijst. Ja. Oh ja, een kleine klasse wordt al jarenlang. Dit is wel heel klein. We hopen op echt nog meer. Bijna 1 op 1. Ja. 1 op 4. Ja. Dat is niet zo slecht. Nee, zeker niet. En jij gaat dat doen? Ja, ik mag dat starten. En dat vind ik ook een hele mooie kans. Ben je dan ook gelijk directeur? Nee. Je eigen directeur. Er is een directeur. Ja, dat is Floor. Ja, Floor Braat. Die is directeur van het Kompas. Daar vallen wij onder. Dus de directeur van het Kompas is ook jouw directeur. Ja. Maar in hoeverre mag jij, want jullie zijn initiatiefnemers, de lijnen uitzetten? Hoe vrij ben je daarin? Nou, best wel. Ja. Je hebt natuurlijk wel het concept vrije school antroposofie. Ja, oké. Okay. Maar dat is een kader. Ja. En binnen dat kader moet je natuurlijk wel aan de slag. Ja, maar zijn wij echt met elkaar, ook met jullie, maar ook met dus mijn nieuwe duo, ook met Dick Bruin, die ons heel erg begeleidt in dit proces. Dat is een heel belangrijk hotemethoot, vind ik binnen de vrije school. Leerkracht geweest, directeur, is eigenlijk met pensioen, maar kan het niet laten om te werken en ons nu dus in dit proces te begeleiden. En met elkaar sparren we ook gewoon, hoe gaan we dit doen? Hoe zullen we dat doen? Is dit nou echt binnen de antroposofie, wordt het nou meer opgelegd? Moeten we dit, dat? Of nee, er is heel vaak Je zult uiteindelijk toch naar die maatschappij toe moeten met die opleiding. Ja. Je hebt 2 kleuterjaren, dan heb je een ouderwetse lagere school van 6 jaar. Ja. En dat loopt dan weer door in een middelbare school. Je hebt een middenbouw, hè, die groepen 8 en 9, als ik me niet vergis. Dat noem je eigenlijk de bovenbouw. De bouw. Ja. Gaan jullie dat hele traject aanbieden? Geert Grote doet dat wel, hè, in Amsterdam. Nee, dat kunnen wij niet. Jullie kunnen dat niet doen? Dan moeten kinderen dus naar Amsterdam of naar Haarlem-Zuid. Daar is ook de bovenbouw. Daar is de bovenbouw wel. En dat is Bergen. Te doen ook. Bergen ook nog. Ja, Bergen zit er ook in. Dat is waar. Ja, en we sluiten natuurlijk niks uit. Wie weet gaat er wel ergens uitbreiding of initiatief. En wordt het heel succesvol en hebben mensen zoiets van, oh wauw. Dan moet er misschien toch een vervolg gaan komen. Ja. Als mensen meer willen weten, hè, over dat hele principe van de vrije school en de antroposofie. Ja. Waar kunnen ze informatie krijgen? Echt over antroposofie en vrije school? Of bedoel je nu onze school? Nou, laten we eerst de vrije school maar eens nemen. Jullie school. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie meer dan 4 kinderen binnen de muurtjes krijgen. Ja. Nou ja, dan kunnen ze in ieder geval op de site kijken van Atlant. Daar staat echt ook... atlant.nl. Ja. En dat is, daar staat over de Waldorf aan Zee, stand van zaken en hoe ver... Ik vind het zo'n mooi naam, Waldorf aan Zee. Ja, ik denk dan aan het hotel. Ja. Ik denk aan de hele dag salades maken en eten. Ja. Nou, zoiets. Niet als sigaret. Het wordt iets anders, maar gelukkig. Ja. Niet wel een mooie associatie. Ja. Dus daar kunnen ze in ieder geval Waldorf hun informatie krijgen over de school en de stand van zaken. En ook zich aanmelden. Heel graag, enzovoort. Ja, en wil je meer van antroposofie, dan is daar... Nou ja, en natuurlijk zijn, op internet onwijs ook heel veel. Onwijs veel, wat een oude term. Old school. Houden wij van. Over een new school, maar houden wij van. Wanneer is het project geslaagd? Wanneer gaan jullie terugkijken en denken van... het is goed dat we dit gedaan hebben? Nou, ik denk pas als de eerste leerlingen de school verlaten en naar de middelbare school... stromen en dat wij dan denken van dat hebben wij toch maar mooi geflikt met elkaar. Nou, hebben de, maar ik vind de... het nu eigenlijk al. Ja, het is nu eigenlijk al, ja. al zo ja. bijzonder dat dit van het de grond is gekomen. Het is heel bijzonder. Ja, en dat maar we zo'n mooi het team niet, hebben. Het is niet uniek. In Nederland heb ik gekeken. Ik heb de getallen op. 80 basisscholen waren er in 2017, nu dus 81. Ja. En 18 voortgezet onderwijsinstellingen die volgens het vrije schoolprincipe lesgeven. En dan dus 5 in Haarlem. Dus echt om dat de hoek bijna. Veel, maar daar is een wachtlijst. Ook nog heel snel. Ja. En vandaar ook dat het heel mooi zou zijn, of heel mooi is, dat wij nu in Velsen zoiets moois mogen bieden. Ja. Misschien wordt het wel heel groot. Ja, ja dat hopen wij aan natuurlijk jullie ergens. Aan jullie antwoord ligt het nee. niet. Nee, zeker niet. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben te zeggen of te vragen?
Nou, volgens mij niet. Nee. Er komen nee. nog wat ouderavonden aan en wat koffiemiddagen. Daar moet je vooral voor de website we kijken. We zitten nu in februari inmiddels. Wanneer ja, nee, 24 februari. Na de voorjaarsvakantie gaan we echt starten. Ja. 24 februari ja. is de eerste echte schooldag. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag. Aan het eind van de basisscholen, groepen 8, laten we ze zo maar even noemen, wordt op een gegeven moment een vervolgadvies gegeven. Ja. Dat wordt dan gebaseerd op een leerlingvolgsysteem en op eventueel een CITO of een andere toets. Ja. Hoe gaat dat? Is dat al bekend? Nou, zover zijn we natuurlijk nog niet. Ik wou net zeggen, dat duurt nog 6 jaar. Hoewel we aan de andere kant al wel bezig zijn met welk leerlingvolgsysteem, wat gaan we daarmee doen enzovoort. En ja, de ervaring op andere scholen om de hoek in Haarlem is wel dat de uitstroom ja heel mooi is en ook heel divers. Ja. Ik bedoel, dat gaat ook echt van praktijkonderwijs naar heb ik even nagekeken, ja. maar er is ja. wat betreft het doorstromen naar het vervolgonderwijs geen verschil tussen nee, een nee. openbare of een katholieke nee. basisschool. Nee, uiteindelijk moet ook een vrije school gewoon voldoen aan alle eisen. Ja, ja. precies. Ja. En, dat, Want dat is nog wel eens de misvatting goed. Van vrije school, dat het zo vrij zou zijn en laat maar waaien enzovoort. Maar dat heeft een naam in zich. Daar kan ik ook niks aan doen. Nou ja, dat is... Want dat is van oorsprong vrij van onderwijs, van staatsbemoeienis. Ja, 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 ja. 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 Maar een heel klein beetje staatsbemoeienis is er natuurlijk wel. Want ja, de inspectie dat is nu, die zit ook in ja, dat is zeker. Ja. Ja. Maar dat is vanuit oorsprong. Wat ik nog wel bedenk net ook en kwijt wil, dat we 24 februari starten met een kleutergroep. Ja. En na de zomervakantie met ook een klas 1-2. Dus een groep 3-4. Dat was eerst alleen klas 1. Maar we hebben toch zoiets, nou misschien gaan we dat toch breder trekken. Ze willen eigenlijk ook al met klas 1 erbij, klas 2 erbij beginnen. Ja, dus voor de... Voor de andere... voor de andere... ingewikkeld, hè? Ja, nee, klas 1, dat wordt er goed. Ja. We beginnen met kleuters. Ja, ja. Vraag maar even van de grootouders. Die weten het nog wel hoe het vroeger was. Precies. Je hebt dus de kleuterschool. En dan heb je klas 1 tot en met 6. En dat is dus eigenlijk groep 3 tot en met 8. Ja. Wordt nog ingewikkeld. Valt wel mee. Atlant.nl, als u meer wilt weten over de vrije school in Velsen. En het wordt Waldorf aan Zee. Ik vind het nog steeds een prachtige naam. Dank dat jullie hier geweest zijn. En, bedankt voor de uitnodiging. Heel veel succes. Ja. En als het programma over een jaar of wat nog bestaat, nodig ik jullie graag uit om een keer terug heel te komen. Graag. Om te kijken hoe het jullie in die jaren vergaan is. Nou, alles heel graag. Ja? Leuk. Ja, dank je wel. Zeker. En succes. Dank je wel. En tot zover deze aflevering van Frank en Vrij. Volgende week zijn we er weer. Dan, als ik het goed heb onthouden, met meer informatie over de dierenambulance. En anders, we hebben wel een ander interessant onderwerp. Bedankt voor het kijken. Graag tot dan. Dag. Dank je wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Museum Kennemerland, Bas Bloem en Mostaarten en meer.